is een boggle, 16 hokjes met letters. Met die letters zijn natuurlijk een heleboel woorden te maken, bijvoorbeeld spel. Maar dat woord mag niet. De letters moeten elkaar namelijk aanraken. Zalm is een goed woord en ook bij het woord muziek staan de letters met elkaar in verbinding. Dat zijn de regels en laten we nu maar echt gaan boggelen. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer. Dankjewel, dames en heren. Jongens, meisjes, een heel goedenavond. Hartelijk welkom bij Boggel. Ik heb vanavond een kandidaat in ons midden die koninklijk is onderscheiden. En het is heel wat als je dat gewoon hebt en die man die doet gewoon mee aan zo'n spelletje Boggel. Hij heeft zijn vrouw vanavond meegenomen. Ze komen beide uit Den Haag, zijn beide gepensioneerd. En ze zijn al 39 jaar getrouwd. Dames en heren, mevrouw en meneer Valkhof. Hallo. Hallo. Goedendag. Gaat u staan? Ja, u mag naast me staan als u het leuk vindt. Wat voor onderscheiding heeft u eigenlijk gekregen? Waar had ik het over? De huisorde van Oranje-Nassau in goud. En dat is behoorlijk wat? Ja, je hebt brons, zilver, goud en dan krijg je ridder in de orde van. Oh, en daar streeft u nog naar of is het zo genoeg? Nou, ach, het is gewoon een meevalletje geweest. Ja. Waarom heeft u hem gekregen? Voor 21 jaar ondernemingsraad, voor een dikke 20 jaar vakbondswerk en voorzitter van de Stichting Zuid-Holland. Kom maar. Voor het werk met gehandicapten, voor nou ja, al dat soort sport, dingen. Sport. Nou, dan wordt u ook onderscheiden door het hele publiek wat hier vandaag aanwezig is. Want we vinden het allemaal prachtig wat u gedaan heeft. Maar mevrouw Valkhof, betekent dat nou ook dat u ook meteen koninklijk bent onderscheiden? Nee hoor, ik ben door hem onderscheiden dat als huisvrouw van het jaar en als vrijwilligste van het jaar. Als wat van het jaar? Huisvrouw van het jaar huisvrouw en vrijwilligste van het jaar. Want alleen huisvrouw zou ik niet genoeg aan hebben. Ik ben veel weg en dat ja, is misschien wel niet goed, maar op allerlei terreinen beweeg ik me. Maar in het weekend mag u ook wel eens dat dingetje op hebben, die onderscheiding? Dat wil ik niet, want ik heb hem niet gekregen, dus dat kan je niet maken. Oh, goed. Nou, ik wens u heel veel succes. Ik ben blij dat u beide hier naartoe gekomen bent. U moet het tegen twee dames opnemen. Het zijn beide studentes. Ze studeren in Utrecht aan de HAO Communicatie. Dames en heren, Patricia Daans en Sandra van der Heijden. Hallo. Hallo. Hi. Als ik het heb over communicatie, waar hebben we het dan over? Wat bedoelen we daarmee? Nou, communicatie, wat wij studeren is PR, voorlichting, reclame, managementcommunicatie. Dus het is nogal wat. Mm-hmm. En ja, wij zijn niet gespecialiseerd tot op heden. Dus dan moeten we direct in het bedrijfsleven gaan doen. En gaan jullie ergens al naartoe? Heb je al een baan gevonden? Ik ben aan het solliciteren. Nee. Maar is het leuk, zo'n studie? Of zeg je, ik heb eigenlijk spijt van dat ik het gedaan heb? Nee, zeker niet. We zijn allebei 4 jaar bezig geweest. En ja, het is een vak apart om te studeren. Daarnaast zijn zoveel andere leuke dingen. Ik bedoel, saai is het niet en moeilijk. Alleen voor tentamenperiodes, maar daarna gaat het echt leuk. En waarom hebben jullie nu elkaar uitgezocht om dit spel te gaan spelen? Nou, we zijn al 4 jaar dus hele goede vriendinnen en we werken veel samen op school. En we stappen ook veel samen. Dus. Nou, dan moet dit een koud kunstje voor zijn. Dames en heren, Patricia en Sandra. Vanavond bestaat het bokkelspel uit 2 ronden. In de eerste ronde gaan we allereerst 3 keer een slang doen, ook 3 keer om een omspel. En we doen 3 keer de bonusronde. We beginnen bij de slang. U weet, u krijgt straks een nieuwe boggel te zien. 16 vakjes en daarbinnen zit een slang. Een woord dat bestaat uit 12 letters. Letters die elkaar raken. En degene die het eerste die slang heeft ontdekt, die mag het zeggen. En als het goed is, is er 25 gulden voor hen aanwezig. Dit is de eerste letter van het woord dat bestaat uit 12 letters. En daarna komt pas de volgende. Het begint met een G. Wat zegt meneer Valkhof? Gelaatskleur. Gelaatskleur. Gelaats, dat zal wel goed zijn, maar verder. Gelaat is goed en nu kleur. Het is uitstekend, 25 euro. Ja.
Heel Den Haag juicht nu, want meneer Valko, 25 gulden erbij. U mag ook het bonusspel gaan spelen. U weet, u moet daar proberen te zoeken het woord boggel. En daar zitten letters, maar ook kruisen. Nou, begint u maar. We zien vanzelf wel waar het schip strandt. 9. 9. Is het een letter of is het een kruis? Maar toch mag u nog één keer. En als het een letter is, mag u ook doorgaan. Gaat u voor? 11. 11. Is het een letter of is het een kruis? Het is een kruis. Nou, er is niks aan de hand. De stand is 25-0. En voor de eerste keer vanavond gaan we het om- en omspel spelen. Degene die na 4 beurten de meeste letters heeft, die wint er 25 gulden bij. U krijgt 8 seconden om een woord te maken. En omdat mevrouw en meneer Valkhoff gewonnen hebben, mogen zij nu ook starten. Dat is snel. Levert. Levend. Levert. Levert. Hij levert als een gek. Hij levert. 6-0. Patricia en Sandra. Leren. 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 Ja, goed. Het is moeilijk dit. Het is moeilijk. Er staat 6-5. Nee, 1 beurt. Tweede beurt voor mevrouw, meneer Valkhoff. Verte. U zegt verte. Ja. Verte. Kan dat? Ja, dat kan gemaakt worden. Ik zie het nu ook. Het zijn de 5. Daarmee is de stand 11-5 met de tweede beurt ook voor Sandra en Patricia. Denk aan de tijd. Lever. Lever. Dat kan. Heel mooi. Er werd net gezegd levert. En dan maak je lever ook goed van. En de stand is precies bijna gelijk. 11-10. Mevrouw, meneer Valkhoff, 1 letter voor. Derde poging. Levens. Levens. Ja. Heel mooi. Levens, heel goed. Dat zijn 17 letters na 3 beurten. De dames hebben de 10 na 2 beurten. Die krijgen nu de derde gelijkmakende beurt. Wat is het? Snert. Snert. Ja, heel duidelijk. En het kan, ja, dat is heel goed. En jullie komen op 17-15. Twee letters voor mevrouw en meneer. Die hebben de laatste beurt nu. Tellers. Tellers, ja, heel goed. Heel goed. Tellers. Ja, dat is een prachtig woord. Dat brengt ze op een totaal van 24. De dames hebben de 15 met nog 1 beurt te gaan. Een woord uit 10 letters en zij winnen deze ronde, althans dit onderdeel. Vrees. Vrees. Het is mooi gevonden, maar het zal niet voldoende zijn. Maar kunnen we vrees maken? Vrees. 24 voor mevrouw en meneer Valkhoff en 20 voor Sander en Patricia. Mevrouw Valkhoff krijgt er 25 gulden bij. 50! Ja. Maar alles is nog open, want dit is het bonusspel. En dat hadden we verlaten met 2 kruisen. Maar het woord boggel moet gevonden worden. Zoekt u het op? 6. Ja. Gaat u nog een keer verder? Er moet een letter komen, dan mag u steeds verder gaan. Komt er een kruis, moeten we stoppen. 1. Nee. Nou, er is niks aan dan. Degene die dat oplost straks, krijgt er 50 gulden bij. Dus iedereen doet nog mee. We komen voor de tweede keer vanavond bij de slang. Dat woord dat zich als een slang door de boggel begeeft. Het bestaat uit 12 letters en dit is de eerste. Voor 25 gulden. Succes. Nou, dames. Broodrooster. Nou, als het goed is, dan... Nou ja, wacht eventjes, jongens. Brood, dat gaat wel, ja. Spaarsen. Rooster. Ja. 25 euro voor Sandra. Heel goed. Kijken of zij het beter vanaf brengen in die bonusronde. Hier is die boggel. We hebben alleen nog maar de L. Zoek het woord boggel. 7. Mag nog een keer? 10. 10. Als het een letter is, ga je verder. En het is een? Ja. Ga door. 5. Is het een letter, mag je verder gaan, anders stoppen we. Nou, er is nog een L en een G. Helaas. En degene die hem straks weet op te lossen, die gaat een heel eind in de goede richting. Ook voor de tweede keer vanavond komen we aan het om- en omspel. Wie maakt de langste woorden? Wie gebruikt de meeste letters? De dames hebben gewonnen. Zij mogen starten. De tijd loopt. Spot. Oh. Ja, is goed, goed. Ja, is goed. Spot, zeg je. Spot heeft 4 letters.
mevrouw en meneer Valkhof. Wat zegt u? Steen. Steen, is goed. Is één letter meer. Kleine voorsprong van 5-4 met de tweede beurt voor Sandra en Patricia. Grepen. Grepen, mooi. Keurig, dat zijn de 6. 10-5, maar de tweede gelijkmakende beurt voor mevrouw meneer Valkhof. En wat zegt u? Vergeten. Keurig, keurig, ja. Maar die man is ook koninklijk onderscheiden. Dus vergeten, dat kan. Dat doen ze niet zomaar. 13-10, let op dames en heren. De derde poging voor Sandra en Patricia. Vergeten. Vergeet. Dat is heel bij de hand en goed. Maar kunnen we het maken? Vergeet, ja. Ja. Dat is gebruik maken van de situatie. En dat mag, keurig. 17-13. Derde poging ook voor mevrouw meneer Valkhof. Post. U zegt post, ja, is goed. Post, maar kunnen we het maken? Ja, post in de hoek. Keurig. Het staat 17-17. Met ieder koppel nog één beurt. Wie gaat dit winnen? De dames als één na de laatste. Wat zeggen jullie? Stoppen. Stoppen? Nou, daar hoef je niet zo laatdunkend over te denken, want het is heel goed. Het zijn de 6. Het woord moet minstens 6, maar het liefst 7 letters hebben, willen ze dit onderdeel winnen. Mevrouw, meneer Valkhof, u heeft nog tijd. Denkt u aan de tijd, denkt u aan de tijd. Druk, anders gaat hij voorbij. Wat is het woord? Posten. Posten. Als dat goed is. Dan zijn het 6 en heeft u er 23. Maar het is niet genoeg, want de dames Sandra en Patricia winnen dit onderdeel. 25 euro erbij. Ik moet u eerlijk zeggen, we hebben 4 uitstekende spelers in ons midden. Dat ziet u wel aan de score. Net op 1 letter wordt het beslist. Sandra en Patricia mogen nu de bonus afmaken. We hebben de L en de G, maar waar zitten die andere 4 letters? 14. Vast. Kan. Ja, keurig. Waar zit die B, die O en die E? 15. Is dat hem? Ja, keurig. 12. We hebben nu nog 12, zeg je. Is dat de B? Oh, ja, en dat betekent dat het voor de volgende misschien makkelijk is, maar er zijn nog voldoende mogelijkheden om het niet op te kunnen lossen. We gaan, dames en heren, voor de laatste keer vanavond naar de slang. De stand is precies gelijk. Spannender kan het niet. 50 om 50. Hier is die slang. Dit is de eerste letter en degene die het weet, die mag het zeggen. Nou, nee. Wat zeggen jullie? Ik wil het nu horen. Dameskransje. Dameskransje. Is dat goed? Ja. Dameskransje. Dameskransje. Ja hoor, het is goed. Het is 25 euro. Ja, dat hing erom. Maar nu, 50 gulden als je deze bonus weet op te lossen. Beginnen we met de E of beginnen we met de B? We beginnen met de E. En waar staat hij? Op 3. Op 3. Hoe is dat hem? Oh! Maar niks aan de hand, want je hebt nog één poging. Ja, waar staat die volgende? Op 2. Dat zal best kunnen, denk ik. En 50 gulden als je nu raadt waar de B is. Nou, 16. En dat moet hem zijn. En dat betekent 50 gulden voor Sandra. Ja. En ze kwamen vanuit het niets weer naar voren en staan nu duidelijk voor met 125 om 50. En we komen bij het laatste spel van vanavond, het om en om. En daarna natuurlijk toch altijd nog even die bonus. Kom op, mevrouw meneer Valkhof, het kan nog. Dit is het om en om spel. Gaat jullie gang. Sandra en Patricia starten. Dat, denk aan de tijd zit erop. Ja. Mevrouw, meneer Valkhof. Naast. Ja, naast. Dat is goed. Dat mag. Naast. Gaat erbij. Naast. Oké, 6. 5. Denk aan de tijd, hè, jongens. Dat het niet voorbij laat gaan. Ieder één poging. Dit is de tweede poging voor jullie. Wat zeggen jullie? Staand. Staand, ja. Staand. Maar kunnen we het maken? Ja, heel goed.
Keurig. 6-5 voor de dames, maar mevrouw, meneer Valkop? Naasten. U zegt naasten? Naasten. Naasten. Ja. We hebben ons naasten lief. Mm-hmm. Het is 12-6. De dame of mevrouw, meneer Valkop staan nu duidelijk voor. Komen we de derde poging voor Sandra en Patricia. Nader. Nader is goed. Heel goed. Ja, is goed. Ze weten telkens toch weer wat, hoor. Het zijn goede spelers. 12-11. Ook de derde poging voor mevrouw meneer Valken. Wat zegt u? Stand. Stand. Ja. Keurig. Stand. 17-11. De laatste poging voor Sandra en Patricia. Ze hebben het moeilijk, ze hebben het moeilijk. En wat zeggen? Gestampt. Goh, als het goed is, ik vind het een prachtig woord. Maar ik weet niet of het klopt. Klopt het, gestampt? Nee, nee, nee. De letters raken elkaar niet en dat is dus niet goed. Jammer, was een mooi woord. De laatste poging voor mevrouw meneer Valkhoff. Ze hebben al gewonnen, maar... Stangen. Stangen, mooi. Je moet die jongen niet zo stangen. Heel mooi. Ja, het is heel goed. Een prachtige overwinning op dit onderdeel voor mevrouw meneer Valkhoff. 25 euro erbij. We komen aan een van de, nou, misschien wel het belangrijkste momenten in deze eerste ronde. Want u staat er 50 gulden achter. De bonus, nou, het is bijna onmogelijk op die op te lossen. Maar als u erin slaagt om het woord bokkel te maken, dan kunt u 50 gulden verdienen. Maar als het u lukt, dan zorg ik dat alle koningen in dit rijk u zullen onderscheiden. Plus de, hun ega's. En dan gaat u vanavond de deur niet meer uit zonder uw hemd helemaal vol. Wilt u een poging wagen om het zo goed mogelijk te doen? Eerste. 4. Dat is goed. Het zou prachtig zijn, meneer, als het lukt. Ga eens verder. Hij moet goed zijn, anders is het voorbij. 7. Als hij niet goed is, is het over. Nee. Klaar. Bij een stand van 125 om 75 zijn de winnaars van vanavond Sandra en Patricia. En het leek zo makkelijk. U ging zo gemakkelijk in het begin. Ja, maar die dameskransen zitten me altijd tegen. Ja, als, dat zag u net niet, hè? Nee, maar dat is meer aan die kant, hè? 39 jaar getrouwd. Ik hoop dat er nog heel wat jaar mogen volgen in goede gezondheid. Heeft u het nog steeds naar uw zin? Ja. Nou, ik wil niet van hem af, dus dat zou best. Dat hij nou van mij niet af wil, zie ik ook. Ik weet het zeker. Bedankt voor de komst. U ook bedankt. Mag ik u nee, u blijft lekker naast me staan. Oh. Mevrouw en meneer Valkhoff, en dan gaan we heel lang voor klappen. Tot ziens. Met Sandra en Patricia gaan wij het finale spel spelen. Ik moet je eerlijk zeggen, dames, ik had niet verwacht dat jullie het nog zouden redden, want jullie stonden kansloos achter. Dankjewel voor deze. Nou. Ja. Hoe is het wij zo? Beginnen langzaam. Als we eenmaal op gang zijn. Als je. Goed. Je weet hoe het gaat. Ik ga je vragen om straks een woord te vormen dat bestaat uit 5 letters. We geven altijd de eerste en de laatste letter. Je moet alleen tegen mij zeggen: wil je dat spel spelen? Het gaat om 500 gulden. Je mag ook zeggen, ik vind het veel te eng. Ik krijg er een beetje vlekken van in mijn rug. En transpireer ontzettend van. Ik heb het liever niet. Wat je wil. Nou, die vlekken zitten er toch wel, dus laten we maar spelen. Oké, nou, dat is goed. Hier is het. We gaan om 500 gulden spelen. We beginnen rustig aan. We bouwen het langzaam op. Zoek het woord. Dat begint met een... Een D van Dirk. En het eindigt... Op een M. Succes. Kom op. 7. 7. Goed. 3. 3. Dat is... Keurig. 11. 11. Het begint met een D, het eindigt op een M. Droom. Droom. Als dat goed is, dan heb je een A. Is het droom? Geen bonnen. We gaan door. Dat is een ongelofelijk begin. Dat beloven we wat voor de rest van de avond. 500 gulden hebben ze gewonnen. Nou, dan zal de 1000 gulden ook geen probleem opleveren. Dat gaan we in ieder geval proberen. Ja. Oké? Okay? Ja. Hebben jullie er vertrouwen in een beetje? Ja, ja, ja. Hartstikke. 1000 gulden. Hier komt de nieuwe bokkel. Met als eerste letter de M. En als laatste letter de R. Zoek het woord in een minuut. 6. Goed zo, goed zo. Begin met een M, het eindigt op een R. Volgende. 7. Keurig. Als het goed is. Keurig. Alle machten, wat passen. 11.
12. Dus ongelooflijk als het waar is. Weet je welk woord het is? Weet je welk woord het is? Ik dacht dat we het wisten, maar 14 dan. 14. Niet alle letters hebben met het woord te maken, hoor. Meter. Meter, zeg je. Is dat het woord meter? Ja, klasse. Heel goed. Nou, je moet één keer gooien, nou, dan kan je niets gebeuren. Ga je gang. En het is een... Een B. Nee. Nou, in ieder geval 1000 gulden zijn voor Sandra. Sandra en Patricia. Ja, het is nog nooit zo makkelijk gegaan. We hebben nu een jaar gespeeld, maar dit is ongelooflijk. 1000 gulden met slechts één keer gooien. Dat is echt ongekend. Nou, gaan we verder of wat doe je? We gaan verder. Ja, dat is ongelooflijk. Ging de studie ook zo makkelijk als dit? Ja. Hebben jullie er 4 jaar over gedaan? Ja. En je mag er ook maar 4 jaar over. Mag 4 jaar over. Dus jullie zijn heel... Mag er 6 jaar over doen. Nou, je mag er 6 jaar over doen, maar ze hebben 4 jaar voor. Waar anderen 6 jaar over gedaan hebben, dat doen wij. Ja, wij wel. We gaan om 2000 gulden strijden. Let op, je gaat verder, neem ik wel. Ja. Dit is de eerste letter. Dames en heren, doodse stilte, want het gaat nu om big money. De G is de eerste en de P is de laatste letter. 10. Succes. 10. 10, ja. Volgende. 9. 9. Ja, is niet erg. 11. 11. Het begint met een G en het eindigt op een P. Volgende 15. 15. Begin met een G. Ja, dat is goed. 16. Ja, dat gaat beter. 16. Ik denk dat we eraan komen. Ja. 12. 12. En wat wordt het dan? Ja, ja. Nee. 8. 8. Ja, griep. 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 Is griep het woord? Ja hoor, het is goed. Om 2000 gulden mee naar huis te kunnen nemen, moet je 2 keer gooien. Dat zal geen probleem zijn, maar het is belangrijk als we verder gaan naar de 5000 gulden. Ja. Dus een B hebben we. Het zou het mooi zijn als je 2 keer een B gooit en met jullie geluk moet het kunnen. Doet ga je gang. Wat gooit ze? Een G. G. Oké. Okay. Neem hem mee. Een G hebben we. Nog 1 keer gooien en wat gooien we? Een? Een E. Hij zat op de rand. Maar in ieder geval, dames en heren, 2000 gulden zijn gewonnen door Sandra en Patricia. Nou, ik heb nog een O, ik heb nog een L en ik heb nog een G. Die mogen niet gegooid worden. Dames, om 5000 gulden, die altijd in mijn binnenzak zitten... en die ik gaarne nog eventjes aan je wil laten zien. 1, 2, 3, 4... 5. Gaan jullie verder of zeg je, ik neem het geld mee naar huis en ik stop ermee? We gaan door. We gaan door. Oké, we gaan kijken of het lukt. Ik wens jullie heel veel succes. De laatste bokkel van vanavond, dames en heren. Let u allen op. Zegt u niet voor, want het kan dodelijk zijn in dit geval. Letterlijk en figuurlijk. Dit is de eerste letter. En dit is de laatste letter. Het is een woord dat bestaat uit 5 letters. Succes, kom op. Voor 5000 gulden. Ja. 5. 2. 2. Bom. 7. 7. Ja, dat zou kunnen. Het woord zou of, maar waar zit de letters? 11. 11. Ja. Ja, 8. Nou, het kan toch niet zoveel... Is dat 8? Is dat de F? Nee. Oeh, maar nu? 12. Oeh, dan zitten we bij een heel ander woord. 3. Ja, offer. Is het offer? Ja, zijn we gaan. €5000. Je hoeft er helemaal niks meer voor te doen, want die ene bom die je moest gooien, dat kan helemaal niet meer die €5000 in gevaar brengen, of die 2 bommen. Mag ik je €5000 geven? Heb je enig idee wat jullie ermee gaan doen?
Zij brengt het naar de bank en kom ik koop een beetje er dichterbij, een bank zie je wat ze erachter. Wat ga je doen? Ik ben nou verzenuwd. Ik breng het naar de bank en zij koopt er een bank voor. Echt waar? Nou, ik vond het heel leuk dat jullie geweest zijn. Jullie hebben het eerlijk verdiend, want jullie hebben geweldig gespeeld. Dames en heren, de winnaars van vanavond, Sandra en Patricia, 5.000 gulden.